been in. Ik dacht even dat hij niet meer op zijn voetstuk zou staan. In Moskou hebben we hem niet gevonden. In Minsk hebben we hem nergens zien staan. In Jekaterinburg stond hij op een heel sneu parkeerplaatsje. Maar hier staat Lenin nog, hier in de foto weer. Op zijn voetstuk. Een veel voorkomend fenomeen hier in Rusland is het Middenbermpark. Waar je gezellig kan relaxen op een bankje tussen twee hele drukke wegen. In Rusland dragen worstjes hoeden. Het USSR Museum. We zijn in een museum over de USSR. En dit is echt heel vet, heel amateuristisch. Een vrouw die vertelt ons, rij laat ons rond hier. En of dan alles in het Russisch, dus we staan er echt geen flikker van. Maar je mag je hier verkleden en we hebben hele vette foto's die je nu gaat zien. Dat die korte broek daaronder niet zo bestaat. Ik denk dat deze gewoon. Ik vermoed dat als je een foto maakt, dat je. Kan je dat doen? Ja. En dan die zonder benen. Ja. Met zonder benen op het beeld. Niet dat je met messen aan de slag gaat. Wel met doppen af. И вот туда, в подвал спускайтесь, там тоже все можно мерить. Вот туда спускайтесь вниз, проходите. Туда, идите туда. Nou, duidelijk toch? Dit is een Russische computer. Een ding. Daar kan je iets met foto's. Dat is een computer. Ah, dit is een televisie. En een tosti-ijzer voor, denk ik. Dit is voor tosties natuurlijk. Verstond het niet, dat het Russisch. Ik heb een stukje van de uitleg gefilmd. Misschien is een van onze vlogliefjes het voor ons kan vertalen, dat die een beetje Russisch spreken. Een beetje professioneel naar je telegram kijken. Ja, wacht. Ik vind bellen en een telegram tegelijkertijd misschien een beetje een rare combinatie. Bij economische zaken aan het doen. Bij de politie. Belangrijk. Oh, nee. Oh, jij schrijft met een 4, niet met een. En je lacht te veel. Juist. Het is prachtig. Wat je hier ziet is heel bijzonder. Dit is allemaal gemaakt van. Berk. Van berk. De schors van de berkenboom. Ja, berk. Ga jij maar even zitten. Zet iets te weg. Ah, oh. Zit je nou op een hobbelpaardje? Ja. Wel een beetje hobbelen, hè? Tak, сейчас садись туда. И вот эти вот, видите? Korte.
Ik denk dat ik de camera heel mooi scheef tegen. Ja, precies. Het is wel een tempo, hè? Все, это комната страха, там светлица, тут темница. Окей. Duidelijk allemaal. Wel vloggoud, maar wat heeft dit met USSR te maken? Dit is het USSR museum. We waren klappen eventjes bij een ding. Wow. En ik vermoed dat deze weer gemaakt is van Bertelboom.